Tony, ik denk dat ik er nu ga stoppen. Een jongen wordt het slachtoffer van een straatbende. Wij moeten rondkrossen met die dingen en jij zit op je kont. Ja. Waar staat de uitknop? Daar. Nee, bij u. De volgende morgen wordt een van de overvallers zwaar gewond aangetroffen in een park. En de flikken oefenen met een nieuw communicatienetwerk. Dus als ik het goed begrijp, dispatchmans, moet ik niet met u praten als ik dat niet wil? Dat is correct, ja. Zondag op TV 1, flikken. In het begin bent u er altijd voor hen. U luistert. U begrijpt hen. U zorgt voor hen. Later komen er ook anderen in hun leven. Ze maken plezier. Ze maken al eens ruzie. Over relaties. Over drugs. Eén ding is zeker. Erover praten is de eerste stap. De druglijn 078 15 10 20. Night of the Proms 2000, When Pop Meets Classics. Het nieuwe album met Coolio. Verder ook met Howard Jones en het wondermooie I Go To Sleep van Chrissy Hynde. Night of the Proms 2000 is ook Il Novecento met Robert Grollo, Finn Fleur, Viltura, Alessandro Safina en UB40. Night of the Proms 2000, When Pop Meets Classics. Het nieuwe album, nu te koop. Maandag is het niet alleen kerstdag, maar ook de eerste dag van de laatste week. In die laatste week blikken we vier avonden na elkaar terug op het jaar 2000, dat om meerdere redenen erg speciaal was. Onze gasten zijn kardinaal Daneels, Tom Leenaert samen met Bart de Pauw, Martien Tange en onze eerste minister Guy Verhofstadt. Zij brengen nog een paar andere interessante mensen mee en elke aflevering hebben we een hele bijzondere muzikale act. Zeker kijken dus omstreeks 21:15 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag naar de laatste week. Graag tot dan! Vincent van Quickenborne haalde het nieuws omdat hij onder de zogenaamde bekende Vlamingen het beste scoorde in het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Gunter Neef zat vandaag nog in het journaal, naar aanleiding van het eerbetoon aan zijn vader in het Antwerpse Sportpaleis. En muizen, wolven en zeeschildpadden vinden we ook terug in de actualiteit en in de laatste show. Veel kijkgenot tijdens de laatste show. Goedenavond, mijn naam is Gunter Neefs en ik ben vanavond te gast bij Bruno in de laatste show. Gunter, hoe gaat het ermee? Fantastisch. Gisteren was het een belangrijke dag, hè? Mooie dag, groot optreden, vertel eens. Wel, wij hebben in het Sportpaleis een herdenking gehouden voor mijn vader. Ja. En ja, dat was een ongelooflijke avond. Mm-hmm. Alles is fantastisch goed verlopen. En ja, het Sportpaleis was uitverkocht. En ik denk dat er veel mensen zich ongelooflijk goed geamuseerd hebben. En, ja, er was veel volk, niet alleen in de zaal, maar ook op het podium. Hè. Jullie hadden echt een pleiade aan artiesten die nummers van Louis Neef zongen. Hè. Ja. Ja, dat was ja, ongelooflijk fijn. Het was zo ingedeeld dat de artiesten zelf twee eigen nummers brachten. Ja. En dan een lied van mijn vader. Ja. En jij hebt... Ja, zeg maar. Jij hebt meegedaan, Gunter, daar hebben we beeld van. Ja, voilà. 16,000, what do you get? Now the day older and deeper and that same Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Hier 16 Tons samen met Voicemail en je hebt nog een nummer opgenomen in een duet met je vader, dus ja. de wonderen der techniek is dat. En tot dan heb je eigenlijk altijd geweigerd om iets van je vader te spelen. Hè? Waarom was dat eigenlijk?
Ja, ik heb de eerste 10 jaar eigenlijk zelf van muziek gemaakt. Ja. En ja, ik vond het eigenlijk ongelooflijk plezant om, om te doen. Maar ik vond het eigenlijk niet nodig om iets te doen van mijn vader. Ik vond ook zo van, ja, er is maar één dat dat kan brengen. Maar ik vind ook de mensen die nu hebben meegedaan, hebben dat onvoorstelbaar mooi gedaan en op hun eigen manier. Mm. Als je bijvoorbeeld Stef Bos hoort zingen of Ramon, ja, dan zeg je, oké, ja, dat is de Ramon. Of, die hebben zo'n eigen timbre, dat juist die liedjes uniek maakt. Mm. En was er iemand bij waarvan je dacht van, nou, ze zijn wel heel dichtbij? Of hebben ze het altijd zodanig veranderd dat het... dat je het oorspronkelijk niet meer herkende? Ja, ik denk Rob de Nijs is misschien, maar die heeft niet meegedaan gisteravond. Ja. Die had zelf een concert, maar dat is misschien zo ook van stem. Misschien in de geburen zo. Ja. Ja. Het is een buur, hè? Buurland. Ja. Annelies uit Zas van Gent is dat, hè? Dat ja, heeft op absoluut. Genoeg. Goed, maar het was dus maar voor 1 keer, dus wie het gemist heeft, krijgt het nooit een tweede kans. Tenzij je natuurlijk naar tv kijkt, want ja, er is een cd van gemaakt. 24 december wordt het inderdaad. Op kerstavond gaat TV1 een special erover uitzenden. Ja, ja. Nu, de avond gisteren die werd gepresenteerd door Mark Uiterhoeven. Ja. En hij heeft ook uitgelegd waarom. Ah. Ik woon, laten we zeggen, aan de Vaart in Mechelen, op 600 of 700 meter van waar Louis vroeger woonde. Wat erger is dat ik maar op 300 meter woon van waar Gunther Neefs nu woont. En als goede buur is hij komen zingen op het verjaardagsfeestje van mijn dochter. Ik zei hem, als ik ooit eens iets kan terugdoen. En dus sta ik hier nu. Ja, is dat echt zo gegaan? Ongeveer. Oh, ja. Het was niet voor zijn dochter, maar ik heb ooit eens wel... Je weet, Mark is enorm fanatiek met wielrennen bezig. Ja. En bij ons in de straat is er een echt, ik wou wel dorpscafé zeggen, maar het is eigenlijk, ik woon in een stad. Hè. Maar... waar hij ja, zo'n een wielrennerploeg heeft. En daar heb ik wel eens gaan zingen voor hem. Ah. Maar ik belde hem op en hij wou dat heel graag doen. En gisteravond is trouwens ook Rob langs geweest. Dus zij hebben samen een duo-presentatie gedaan. En dat was ongelooflijk fijn. Dus met Rob van Oudenhoven. Ja. Zeg, hoe is het nu voor jou? Is er nu een hoofdstuk afgesloten? Heb jij nu het gevoel van, nu hoef ik nooit meer iets te vertellen over mijn vader? Of wat denk je? ja, blijkbaar niet, want ik ben uitgenodigd. Ja. Maar, sorry daarvoor. Nee, maar het is wel zo. Ik ben enorm blij dat wij dat zelf zo het initiatief hebben genomen om dat te doen. Ja. Omdat... anders dan krijg je misschien de zoveelste compilatie-cd van mijn vader. En dit is toch wel toch iets anders. En ja, we hebben dat zo met veel mensen kunnen vieren. En dat was eigenlijk een enorme mooie avond. Trouwens, de Chris die hier zit, was ook trouwens muzikant. Dus was het een hele goede avond? Dat absoluut. Ja. Excuseer voor dat wij gisteren niet... En daardoor was hij gisteren niet natuurlijk. Maar jij maakt dat vanavond goed. Absoluut. Je gaat ook nog met hen zingen.